Dag dokter, wie was André Kools? Dat was de voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij, Parti-Socialist Belge. En die is in 92 bang vermoord in Luik. Toen hij van bij zijn lief kwam, werd hij afgeschoten. Dat was de eerste pagina natuurlijk, want dat was de voorzitter van de grootste partij in die tijd in Wallonië toch. En hij werd afgeschoten in Luik door de Italiaanse maffia. Jij weet dat. Ah ja, ze hebben aanhoudingen gedaan. Hè. Wie was daar allemaal bij? Salvatore Adamo, D'Annunzio en zo. Dat was allemaal maffia, hè? Dat zijn Italianen. Zoals Raymond van het Groenewoud zingt. Italianen, laffe kaffers. Ze steken er van alles in. Ze knoeien met conserven. Of omgekeerd. Waarom moest André Kools dood? Omdat hij gevonden had dat er corruptie was met het Augusta-dossier. Wat is het Augusta-dossier? Augusta. Niet August, hè. Niet zo te gust. Augusta, dat waren Italiaanse helikopters dat België aangekocht had. Minister van Landsverdediging was dan Willy Klaas met zijn flapogen en zijn gel op zijn kop. Ze hadden die helikopters aangekocht voor het leger, maar die vlogen niet. Die hadden geen motor. Dat was een motor met rubber, gelijk zo vliegtuigen. Je moest dat opwinden. 2 uur woop, en dan vloog die in een helikopter 5 minuten in de lucht. Dus dat was niet heel goed voor de krijgsmacht. En Kools, die had gezien dat er daar venten geld in hun zak gestoken hadden, in de plaats van in zijn zak. En hij ging dat uitbrengen, en daarom werd hij het zwijgen opgelegd in 1992. Als ik mij niet vergis. 91. Of 91. Ja. De dood kent geen tijd. Dank u voor de les. De volgende keer leren we u tekenen. Als honden door het gras lopen, kunnen de tekenen nog opspringen.